Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een buitengewoon fotogenieke dag met prachtige opklaringen, blauwe luchten, felle zonneschijn, maar ook forse buien. En die buien hadden een winterskarakter, er zat wat hagel bij en soms zelfs sneeuw of natte sneeuw. Nou, die buien die gaan ook nog wel eventjes door en die kunnen we ook op de satellietfoto goed zien. Vooral op de Noordzee liggen er een flink aantal klaar en die buien die trekken met name over de noordelijke helft van het land. Wat we vanavond en vannacht gaan zien is dat de buien boven land wel in activiteit zullen afnemen en deels ook gaan verdwijnen, maar vooral in de kustgebieden kan nog steeds een winterse bui voorkomen. Vanavond al snel temperaturen in de buurt van het vriespunt en vannacht vriest het land inwaarts een paar graden. Misschien een enkele mistbank in het oosten van het land, dat kan, en nog een winterse bui in het westen en noorden. En daarbij is dus ook kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelte. Misschien als aanvriezende mist en ook zo'n winterse bui kan natuurlijk nog voor lokale gladheid zorgen. Morgen overdag aanhoudend kans op een winterse bui. Velle opklaringen tussendoor, een beetje vergelijkbaar weer met vandaag, dus ook de temperatuur op een vergelijkbaar niveau 5 of 6 graden. En de wind is matig en waait uit het westen tot noordwesten. Dan zien we vrijdag dat het geleidelijk droog wordt. De zon schijnt af en toe, er zijn wel veel hoge wolken. Temperatuur een graad of 5 en afnemende wind. Die wind die steekt zaterdag en zondag de kop weer op, waait dan uit het noordoosten, trekt flink aan. En dat betekent dat die 5 graden echt heel anders aan gaat voelen. Het voelt namelijk aan als rond het vriespunt. Het is in het weekend wel droog en de zon schijnt geregeld. Nou, na het weekeinde zien we maandag nog niet veel verandering. Daarna zien we dat de temperatuur een sprongetje omhoog maakt. En na het weekeinde. Geleidelijk aan, toch wel op normale waarde komt te liggen, of zelfs iets hoger. En de kans op vorst in de nacht neemt dan langzaam wat af. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.